Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. The Exodus, the movement of Jah people. Er is PZ en het is 4,5 minuten over 6:30. Dat is de juiste studio tijd. En ik heb weer contact met weer een partij voorzitter. In dit geval de Surinaamse Partij van de Arbeid. De heer Guno Castelen. Hij maakt zich ontzettend druk. Niet meneer Castelen alleen hoor, maar een paar althans, alle politieke partijen maken zich druk. Omdat zij bang zijn dat er eventueel gefraudeerd zou kunnen worden bij de komende verkiezingen op 25 mei aanstaande. En ze waren van de week in de Olifant gezamenlijk om een platform op te zetten. Het platform heet Antifraude Platform. Ik heb nu meneer Kastel. Goedendag meneer Guno. Vego. Goedendag heer Pienaars. Goedendag aan de luisteraars. Ifreden, no? Waarvoor ben je bang? Bang zijn we niet. We zijn niet bang uitgevallen. Maar de ingressie was te ziek. Want als je ziet wat er is gebeurd met de verkiezingen in Amerika. De bemoeienissen van Rusland toen. En als je ziet wat gewoon vlakbij huis gebeurt, bij Guyana, met alle onduidelijkheden en misstanden rond de verkiezingen. En als je daarbij meeneemt het belang welke de zittende regering heeft, met zoveel fraudezaken, weerspelen, corruptiezaken, met een 8 december proces die ze hebben, met eigenlijk het belang dat de president alles, alle belang bij heeft om aan de macht te blijven. En het feit dat het beleid zo slecht is, dat het aantal kiezers, de loyalisten die de NDP heeft, dat ook zeker teleurgesteld zijn, dan is denk ik alleszins juist om samen te werken als politieke partijen, om te voorkomen dat er eigenlijk de vrijheid van de verkiezingen, de zuiverheid van de verkiezingen, de eerlijkheid van de verkiezingen worden aangetast. Verkiezingen zijn bedoeld om het soevereine wil van het volk kenbaar te maken. En als die wil is dat de zittende regering moet winnen, het zij zo. Maar als de wil anders is, dan mag dat niet gemanipuleerd worden. Meneer Kastelik, ik volg mijn hele leven al verkiezingen in Suriname. Ik heb nog nooit gehoord van een antifraude platform. Dat geeft aan dat het vertrouwen zo ernstig geschaad is bij de samenleving, dat het nu zelfs doorgedrongen is in de politiek. We hebben de vorige verkiezing meegemaakt dat in het misgebouw er heel wat dozen open waren, stemformulieren daar waren, maar kon niet tellen, waardoor er twijfels zijn ontstaan. Als we kijken in de aanloop naar deze verkiezing, dat men naar Rusland gaat om helikopters te bestellen en dergelijke zaken. Als we merken het tempo van naturaliseren van vreemdelingen, dan vragen we ons af wat is het doel. Ik moet zeggen, ik heb de voorzitter van het OKB mogen beluisteren. En ze gaat ons eigenlijk proberen ze ons gerust te stellen van het komt wel goed. Maar controle is geen daad van vijandschap. Dat is waar. Mij is ook opgevallen van, we willen fraude tegen, ik zeg u, we zijn tegen fraude, we willen geen fraude. We willen dat er niet gefraudeerd wordt. Dus we zijn tegen fraude, antifraude platform heet het. Ik heb naar die tafel gekeken, waar jullie zaten in Olifant. Ik miste de HVB, BEP en NDP. Why? Waarom hebben ze niet uitgenodigd? Wel, ik zat niet in de uitnodigingscommissie. We zijn uitgenodigd geworden door de VAP. Ik weet niet als u zich kunt herinneren, maar wij waren een van de eerste, en met wij bedoel ik de Surinaamse van de Arbeid, die hadden opgeroepen tot de waakzaamheid. We hadden het zelfs genoemd dat we moeten oppassen voor verkiezingstoerisme.
dus toen we de oproep kregen van de PHP en zeiden dat we zo moesten participeren. Ik heb toen twee personen van me afgevaardigd. Eén kon er niet zijn. Ik had mevrouw Klumper en mevrouw Williams afgevaardigd. En mevrouw Klumper is de meeting toen bijgewoond. En ze hebben gesproken en toen hebben ze gevraagd dat de voorzitters komen om de verklaring van het platform te tekenen. Dus was ik daar, maar ik heb niemand uitgesloten. Wij zijn zelfs uitgesloten geworden. Nou, het platform dan. Wat gaan jullie nu doen? Ik bedoel, morgen, maandag, begin dan nieuwe dag vandaag. Morgen wordt de kiezerslijst afgesloten, neem ik aan, of definitief. Wat doen jullie dan? Hoe gaan jullie te werk? Nou, er is een structuur voorgesteld en geaccepteerd, waarbij er dus een overkoepelend orgaan komt, dat platform. En dat wordt dus in drie hoofd, ik noem het voor het gemak directoraat, maar zijn coördinaatstappen, benoemd. Eentje houdt zich bezig met zaken die uit de gemeenschap komen in de aanloop naar de verkiezingen, op de verkiezingsdag en bij de telling. Als er uit de gemeenschap zaken worden gesignaleerd die het daglicht niet kunnen verdragen of die buiten de juridische procedure zijn, dan mag men bellen, een soort hotline. En dat wordt dan verwerkt en men kan kijken welke stappen moeten worden ondernomen. Dat is dus één. Dan heb je dus een ander directoraat die zich bezighoudt met ervoor te zorgen dat al de verschillende partijen van het platform, dat op de diverse stembureaus er tenminste een groep van het platform aanwezig is. Eén partij alleen is niet in staat om landelijk alle stembureaus te bemensen. Dus als we samenwerken met zeg maar een 6, 7, 8 partijen, sommige partijen zijn sterk in een bepaald district, dan kunnen ze samen met andere partijen van het platform zorgen voor de bemensing. Waardoor als deze mensen iets zouden constateren, dan hebben we dus naast de gemeenschapshotline, om het zo te noemen, hebben we dus ook een platformgroep die continu monitort elk minuut, elk uur, elke minuut, elk uur, wat er gebeurt op de stembureaus. En dan kunnen zij dat doorzijden naar ons toe. En dan heb je natuurlijk, een groep die zich zal bezighouden met het monitoren van het beheer, het soort secretariaat. En kijken wat er moet gebeuren als er stappen moeten worden ondernomen, welke stappen. En weet je, in dit platform proef ik ook al een soort mogelijke coalitiefront. Nou, ik denk niet dat hij zo ver. Ik denk niet dat hij zo ver moet gaan, hoor. Het lijkt tegen NDP. Nou, het is niet tegen NDP. Het is, je hebt de zittende regering die de verkiezingen organiseert. Waarschijnlijk hebben zij dan geen behoefte om in een anti-fraude platform te zitten. Omdat zij zelf organiseren. Alle voorzitters van alle stembureaus komen uit NDP-gelederen. Toch? Van alle hoofdstembureaus. Dus stijbe mensen, dat hele systeem. Zij zitten in de verkiezingsorganisatie samen met HVB. Dus zij zitten al en zij moeten ervoor zorgen dat die verkiezingen eerlijk zijn. En wij kijken toe. Ik denk niet dat u zonder meer moet denken dat de mensen die aan tafel zitten daar dat ze coalitie gaan vormen. Het zijn vogels van verschillende pluimages. Toch, ik noem bijvoorbeeld een Palu die daar staat. En Palu heeft meestal zitten bij deze regering die nu zit. En ze zijn later eruit gezet, maar ze hebben al die tijd mee geregeerd. Ze hebben het beleid al die tijd verdedigd. Dus als je me nu komt zeggen van, je komt in een antifraude platform, prachtig, daar hebben we gemeenschappelijk belang.
Maar we zijn nog niet zo ver om te zeggen coalitievorming met iedereen die daar zat. En we hebben ook niet gedacht aan een antifraudeplatform in het antifraudeplatform. Want als je Kapalu haalt, dan kan het ook zijn dat je Trojaanse paard binnenhaalt, toch? Paard van Troje. Wat zegt u? Ik zeg, heb je niet gedacht aan een antifraudeplatform in een platform? Want als u Palu binnenhaalt, die zoveel jaren op de schoot staat bij de NDP, dan kan het ook zijn dat je het Trojaanse paard binnenhaalt, het paard van Troje. Dat is natuurlijk niet uitgesloten. Dat is iets waarmee je altijd rekening moet houden wanneer je een bedrijf runt, als je in de politiek zit, als je een militaire organisatie hebt. Daar moet je altijd rekening nemen, maar dan heb je ook dus wat men noemt in de veiligheidsdiensten. You have to police the police. Ja, ja. You have to police the police. Mooi gezegd. Ik ga afronden met u. Hoe gaat het met de campagne van SPA, Surinaamse Partij van de Arbeid? Nou, u belt me op het moment dat ik achter mijn laptop zat om net een brief te mailen naar het secretariaat van het OKB om ons centraal bestuur te actualiseren. We hebben vrijdag jongstleden om 13:30 hebben we onze borgsom gestort bij de centrale bank. 96.250. We zijn bezig met de kandidatenlijsten. We hebben al een afspraak voor dinsdag, ik denk rond 10 uur. Zullen we mevrouw Klumper en meneer Robles de Medina namens de partij, ze zijn reeds te machtig, zullen ze de partij registreren. De afspraken zijn reeds gemaakt. En het punt is dus nu dat we alle documenten die nodig zijn bij de registratie, namelijk het bewijs van starten, ik denk de samenstelling van het bestuur, het symbool van de partij en de samenstelling van het dagelijks bestuur. En ik dacht nog iets of twee stukken, de juiste naam van de partij en de afkorting daarvan. En dan gaan we die zaken indienen. Dat zijn we geregistreerd. Ja, ja. En dan moeten we gaan werken aan de kandidatenlijsten. Ik heb van de districten de mensen iets binnen. Ik zie dat er wat ruimte is in bepaalde districten. Dus daar ga ik dan nu als voorzitter wat extra werk in zetten om te kijken op welke groepen in de samenleving we daar nog kunnen inschuiven. Hoe we de rangschikking zullen doen. En natuurlijk blijven we praten. De senioren binnen de partij hebben gevraagd aan ons om praten open te houden. Dus we praten nog steeds met partijen om vast te stellen dat wil je de verkiezingen winnen. En dat heb ik ook gehaald uit mijn meeting in Rotterdam, waar ik met de mensen heb gesproken. Dat zij zeggen van er moet worden samengewerkt. Dus we voeren die gesprekken ook. En afhankelijk van wat daaruit komt, dan zullen we gaan. We hebben gesproken met de NPS. Die vond dat ze de 6e plaats ter beschikking hadden. Of nee, de 7e plaats ter beschikking hadden in Paramaribo voor SPA. De 4e in Wanita. En een zichzelf respecterende partij als de SPA gaat dat dus niet accepteren. Want aan de noodtoende. Wij zeggen, we zien in dat voor het algemeen belang er verandering moet komen van bestuur. Mm-hmm. En als er niet wordt samengewerkt, speel je de zittende regering in de kaart. Maar je gaat ons niet zien als Jipman. We zijn partners of niet. Ja. Dus dat is voorlopig aangehouden. En er moet nog een gesprek met, ik denk, de VAP komen. En er moet, er zijn informeel op de tweede linie ook nog gesprekken met een andere organisatie. Dat kan ik voorlopig nog niet zeggen. U bent ook bewust van dat heel veel mensen u graag zien in de Kamer of in een constellatie? Ja. Ja? Nou, dat hoor ik, ja. Dat hoor ik en daar houden we ook rekening mee. We stellen ons ter beschikking. Het zij via de partij.
FC via een samenwerking. Dan zijn we ter beschikking als men werkelijk wil dat de SPA terugkeert in het machtscentrum. Dat zal men stemmen voor ons. Dus u zou het niet erg vinden om bijvoorbeeld als Guno Kastelen, voorzitter van SPA, gewoon op de lijst van VAP te staan in Paramaribo, bijvoorbeeld nummer 3, 4, 5. Ik noem maar wat hoor. Dus ik heb gezegd aan de NPS, want het was wel een informeel, geen gesprek. Maar ik ben ook over dit soort dingen. Ik moest nog nadenken hoe het zou moeten werken, dat ik moet bedanken als voorzitter van de SPA om op de lijst van een andere partij te komen. Maar goed, er zijn oplossingsmodellen daarvoor. En als de hele partij integraal samenwerkt met de andere partij, zij de VAP, zij de NPS, het zij in een combinatie van partijen, dan zullen we op de lijst komen. En de positie, wat betreft samenwerken in een andere partij, dus geheel opgaan, daar zegt de SPA dat we tenminste 1 tot 2 verkiesbare plaatsen moeten hebben. En dan helpen we in de rest van de 9 districten, 8 districten, helpen we om de zetels binnen te halen met onze mensen in die districten. En hoeveel kiesdistricten gaat SPA meedoen dit jaar? Dus tot nu toe, ik praat even snel uit het hoofd, tot nu toe weet ik dat de mensen van Kommerwijnen en Coroni nog niet echt een kandidaat op DNA-niveau hebben vooruitgeschoven. Ik had zelf een tweetal, maar ik moet nog met de mensen praten. Ze zijn nog bang. Dat zijn de 2 districten waar ik nog geen kandidaat op gehad op dat niveau. Maar de overige 8 districten, daar hebben we wel kandidaat op DNA-niveau. NDR. Ik zie jullie bijvoorbeeld als ik persoonlijk zie je als uw partij, als de armste partij van Suriname. Hoe gaan jullie doen in de campagne? Dus dat is zo. Ik heb ook afgekondigd toen we starten met onze verkiezingscampagne dat we have to do smart campaigning. Omdat we zijn geen rijke partij. Het zijn mensen die vertrouwen hebben in de ideologie, het werk van de partij. Dat die hun middelen, want de pot is maar voor nu, maar Chara zet er niet voor 1250 op. We hebben materiaal nu laten komen uit het buitenland, het moet ingevlogen worden. Het alles kost ons ongeveer 34.000 tot 35.000 US. Dat zijn gemeenschapsgelden. Het zijn niet alleen contributiegelden. Contributiegelden alleen zouden onvoldoende zijn. Maar dat is maar één voor nu. En dus we zeggen, we kunnen geen vlaggenoorlog voeren, maar hier en daar plaatsen we dus wel wat vlaggen. We praten met mensen eyeball to eyeball. Mensen van ons gaan huis aan huis. We gebruiken social media. We gebruiken free publicity. Zoals we nu met u kunnen praten, is dat gratis publiciteit. En voor de rest rekenen we op de kandidaten die zelf binnen hun familie en hun omgeving, sociale omgeving, de ideologie van de partij uitdragen, onze verkiezingsprogramma uitdragen en bij debatten meedoen en een zo goed mogelijke beurs maken, zodat de mensen zien dat we weten wat we willen met het land, wat we van plan zijn te doen en dat we love the people, we houden van ons land, we zijn nationalisten en we gaan voor de sociale rechtvaardigheid in het land. Okay. En als de mensen ervoor kiezen, dan stemmen ze op ons. Oké. Voor mij hebt u zeker 3, 4 studie afgemaakt. U bent advocaat, econoom en nog een paar dingen, titels. U bent niet dom. Denkt u dat het electoraat in Suriname kan begrijpen wat ideologie is en begrijpt wat ideologie is en voorgaat? Kijk, wanneer je in de politiek zit, dan heb je verschillende doelgroepen. En je praat met al de mensen. En je hebt de lingua franca, Surinaams. Dat gebruik je doorgaans als je op een podium staat. Maar je praat ook tot de middenklasse.
daar moet je op dat niveau gaan praten. En wanneer tot het volle gaat, dan ga je ideologie uitleggen in de taal die ze verstaan. We leggen uit, adensie van partij. Van partij is die, dat om tjaroensreef willen gaan samenleven. Dan hadden de denkje van partij, dat van gebied voor milieu. Dus we vertalen, dus we maken de vertaalslag. Wel voor de mensen. Als ik ga naar Sipaliwini, gaat u me niet over ideologie horen praten. Zo. Maar ik ga de mensen uitleggen wat duurzame ontwikkeling is. Op zo eenvoudige mogelijke manier. Want hoogdravende taal ga je de mensen niet bereiken. En daar in orde. Ik zag op lijst scoren, maar je dus. Maar meneer Kastel, als ik over ideologie heb, dan is het niet over taal hoor. In welke talen en welke taalniveau het gebezig wordt. Maar partijprogramma, partijvisie. Is het electoraat zover dat ze, voordat ze naar de stembus gaan, dat ze eerst op een partijprogramma leest? Ik ga bijvoorbeeld, voordat ik ga stemmen, kijk ik eerst naar het laatste debat van de lijsttrekkers. En dan naar stemwijzer. En dan ga ik alle partijprogramma's lezen voordat ik een stem uitbreng. Is dat ook bij jullie? Kan je dat thuis brengen? Mevrouw zei me vanmorgen dat er iemand op de radio heeft verklaard dat ze goede partijprogramma's wil zien. En dat ze op basis daarvan gaat stemmen. Maar dat is echt wel enigszins wat een uitzondering. De mensen, onze politiek is nog steeds vrij zwaar langs etnische lijnen. Zo, er is een groep mensen die op basis van zeg maar ontwikkelingsvisie, maatschappijvisie, die uitgaan van rechtsstaat en democratie, die op basis daarvan gaan stemmen. Je hebt weer andere mensen die gewoon één issue willen horen. Ze willen weten hoe denk je bijvoorbeeld over een gender issue. Hoe denk je over geaardheid issue. Die samenleving is net als alle andere samenleving, is het een geleden samenstelling met verschillende categorieën van mensen. En jammer genoeg is nog een groot deel die stemt zoals meneer Mustadja dat zei, op mensen die op ze lijken. En op voorzitter die goed kan dansen op podium. Ja. Huh? Ik heb het gehoord. Je hebt het gehoord, je beaamt niet. Dat is ook politiek correct. Ik wil de mensen niet bespreken. Zo ken ik je weer. Je partij bespreekt nooit mensen. Maar er zijn mensen in het land die besproken moeten worden. Wat denkt u van bijvoorbeeld de minister van Financiën, die daar komt in de assemblée en een verhaal ophangt wat niemand begrijpt. U wil die man ook niet bespreken? Ja, maar dus dat moet het volk gaan over gaan oordelen. Ik denk, onze taak als politici is ook om het gedrag, wat we moeten eisen als burgerij van ons bestuur, ongeacht wie het is, dat moeten we de mensen duidelijk maken. En dan moeten we het aan de keuze aan hen overlaten. Als men wil dat men mooie dingen belooft en die niet realiseert, en men wordt zo gestort in armoede, dat is dat een keuze die men maakt. En dan krijgt men de leiders zoals we men gekozen heeft. Ja, oké. Okay. Dus dat is hem. Dat is zoals het is, zoals u ziet. Maar ik blijf bij die mensen. Wat vindt u van het verhaal? Wat hij ophing daar in de assemblée. Kunt u mij uitleggen wat hij bedoelt? Want ik heb het op band 4, 5, 6 keren proberen te beluisteren, maar ik hoor die antwoorden niet op die vragen die er gesteld werden. Dus weet u wat? U stelt gewoon terecht vast wat ooit is door een politicus gezegd is. Een oud-minister, ik zal de naam niet noemen, de man is het niet meer. Sommige politici die gebruiken een gezegde adagium van if you can convince them, confuse them. Toch? Dus als men je niet kan overtuigen met argumenten, brengt ze de als men niet geen concrete antwoorden kan geven, dan gaat men een zodanig verhaal opzetten dat wanneer men klaar is, vraag je af, maar samen gaat hij. Ja, maar meneer Kastelen, dat is echt niet meer van deze tijd hoor. Dat is echt niet meer van deze tijd. Ik heb kleine kinderen bijvoorbeeld. Als ik iets uitleg, vragen ze nog een keer. Wat bedoel je, papa? Maar u ziet het toch gebeuren?
je ziet het nog steeds gebeuren. Er komt een minister in het parlement. Er worden vragen gesteld, ja, concrete vragen, zowel oppositie als coalitie. En de man doet een verhaal daar en uiteindelijk loopt hij weg en zegt, ja, ik vind dat ik goed heb geantwoord en ik neem mee wat hij verder heeft gezegd en hij is weg. En dat passeert de hamer van de voorzitter? En het passeert niemand. Er komt geen sanctie daarop. Het systeem moet daarop worden aangescherpt. Een minister kan toch niet komen, ja, en zijn werk niet goed doen en er is geen consequentie vanuit de president. Er is geen consequentie vanuit het parlement als gezichthoudend orgaan. Ik bedoel, dat is dat heel ding, maar dan komt men en men draait een toneel, een show. En zogenaamd is de energie eruit gehaald, de minister moet komen, is gekomen, is gesproken. Maar uiteindelijk is het heel lang daarmee niet opgeschoten. Nee, is nog erger. Die heeft nog meer mensen in de war gebracht. Of was dat? Je hebt het zelf gezegd, if you can't convince them, confuse them. Ja, maar weet je wat het lastige is, Christina? Ja. Als je daarmee vertrouwen had gewonnen, dan zeg ik ook, je hebt vertrouwen gewonnen. Maar het punt is, daarmee is er nog meer onzekerheid, nog meer wantrouwen ontstaan. Het betekent dat je je koers niet onder controle zou kunnen houden. Het betekent dat mensen gaan vluchten in de dollars. Het betekent dat als die koers hoger is, dat de prijzen in de winkel hoger worden. En dan hebben we nu ook nog een corona die op ons afkomt. Het betekent een totale verzwakking en verarming van die samenleving. Dat is duidelijk. Maar coronacrisis wereldwijd nu, zal dat de redding zijn van deze regering? Nu kan je schuiven in de schoenen der corona's. Nou, ik denk dat de mensen niet zo gek zijn. Corona is inderdaad een wereld, is een pandemie zoals men het noemt. Het is wereldwijd. Ik denk dat de maatregelen die de regering getroffen heeft tot nu toe dat die nodig zijn. Alleen verwacht ik een holistischere benadering. Wanneer je zegt je sluit de grenzen, prachtig 2 weken een maand. Wanneer je zegt bepaalde bedrijven gaan dicht, waar veel mensen moeten komen, betekent dat ook dat arbeidsplaatsen stuk zullen gaan. Nou is dat punt 2, gezondheid staat op de eerste plaats. Maar je moet dan direct ook een antwoord formuleren voor de bedrijven, de ondernemers, van hoe gaat die relatie, die loonrelatie zijn in deze 2 weken of een maand? Wordt 50% door ze betaald en 50% door een noodfonds? Gaat de overheid inspringen ergens om te voorkomen dat mensen, dus de bedrijven, kapot gaan? Ik verwacht van de minister van HI en de minister van Arbeid dat ze met een bekendmaking komen. Wanneer je scholen sluit, gaan kinderen thuis blijven. Het betekent dat ouders die toch nog naar het werk moeten, zitten met een opvangprobleem. Dus het is meer dan simpel een bericht doen uitgaan dat het luchtruim wordt gesloten. En als men zegt de verkiezingen worden uitgesteld, ik hoop het niet. Ik zie dat alle acties normaal doorgaan om registratieafspraken gaan door. We gaan dinsdag registreren. Alleen mogen we met niet meer dan 50 personen naar binnen. Dus ik zie dus dat men wel acties onderneemt. Hopelijk komen er niet meer geïnfecteerde gevallen en is het tijdig onder controle. Dan gaat de verkiezing door. Als blijkt dat het inderdaad een heel ernstige situatie wordt, dan wordt dat, net wat u zegt, misschien wel een safe by the bell situatie voor de regering. Maar dat is dan gewoon uitstel van executie. Maar die executie komt sowieso dit jaar nog, wat er ook gebeurt. Dus laten we niet vooruit lopen, laten we wachten en de ontwikkelingen kritisch volgen. En niet passief, maar ook meevormend via de publieke opinie, dat men geen misbruik maakt van de situatie. Dank u wel voor uw tijd, heer Guino Kastelen van de Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA. Oh, dank u wel. Fijne middag. Dat was hem, meneer Kastelen van de Partij van de Arbeid. Nee, dat is Nederland. Nederland hebben ze Partij van de Arbeid, PvdA. In Suriname hebben ze SPA. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on!
Stam Vaste Radio. Sabi.